Tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée vandaag heeft het lid Rishma Mangre fel uitgehaald naar journalisten die zich niet houden aan de regels binnen hun vakgebied. Onlangs publiceerde Cultuur TV een interview waarin een minderjarig meisje vertelt over het seksueel misbruik dat ze heeft meegemaakt. Nadat het interview vrijdag werd gepubliceerd, reageerde de samenleving verontwaardigd. We merken vaker dat sommige journalisten uit zijn op sensatie. Maar we moeten wel rekening houden met de bescherming, zeker van onze kinderen. Ik vind het zo erg dat alleen maar door een sorry te zeggen, dat de zaak straks wordt afgedaan. Voorzitter, eigenlijk eis ik dat er maatregelen worden getroffen of sancties worden getroffen tegen deze journalisten die soms pretenderen freelancers te zijn. En alles schrijven. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Journalisten komen hier. Ze interviewen je live. Er wordt geen hoor en wederhoor gepleegd. En alles wordt gezegd en mensen geloven dat. Ik denk dat er binnen de journalistiek een gouden regel bestaat. Dat wanneer er iets wordt geplaatst, dat er hoor en wederhoor wordt gepleegd. De Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, is niet te spreken over de uitzending. In de video die gepresenteerd werd als een nieuwsbericht is de identiteit van het meerderjarig meisje onvoldoende beschermd. Volgens SVJ-voorzitter Fishmohani Thomas heeft Kulturu TV de ethische codes van de journalistiek overboord gegooid. Binnen onze samenleving en ook binnen ons vakgebied moeten nog altijd onze kinderen beschermen en in deze druist het ook in tegen het kinderrechtenverdrag, waarin bescherming van de kinderen is opgenomen. We zien dat minderjarige kinderen vrijwel herkenbaar was tijdens het interview, wel door een lid van de SVJ. En daarmee heeft het medium de privacy van het kind aangetast. Vanuit de autoriteiten en individuen werd gevraagd dat het video offline gehaald moest worden. Op een gegeven moment merkten we dat het inderdaad offline werd gehaald en in principe weer online gepubliceerd. Daarna werd hij dan officieel van de YouTube-pagina weggehaald. Thomas erkent dat onderwerpen als kindermisbruik belicht moeten worden in de media. Echter, de aanpak van Cultuur TV gaat tegen alle ethische principes van de journalistiek in. Ook Jane Kolff-Berggraaf, directeur van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, betreurt het gebeuren. Zij geeft aan dat ethiek een theoretisch onderdeel is van het praktijkgerichte. Journalisten moeten dit onder de knie hebben, zodat zij het onderscheid kunnen maken tussen wat moreel-ethisch verantwoord is en wat niet. Wij hebben altijd ervoor gepleit dat als je in dit beroep, alhoewel het een vrij beroep is, dat je het liefst laat trainen, een basistraining volgt. Omdat dat moreel ethisch handelen te maken heeft met wat weet je als basis van de journalistiek. En dat is waarvoor we altijd pleiten. We hebben zelf in SBS-verband, dat is de Stichting ter Bevordering van de Journalistiek. Daarin zit dus de SVJ, de opleiding zelf, AHKCO Journalistiek. Maar ook dus de mediadirecteuren waren toen er vertegenwoordigd, toen meneer Weyland-Werner er nog was. En daar waren we duidelijker over eens dat wil je dit beroep uitoefenen, het liefst de basisvaardigheden van het beroep weten. Het is een vrij beroep, dat weten we. Maar als je dus geen ethiek hebt gehad, weet je ook niet wat juist is en waar dus die grens is van juist en niet. En dit kunnen we dus plaatsen onder de noemer, die vaardigheden zijn er niet. De redactie van de STVS heeft geprobeerd contact te maken met Cultuur TV, echter zonder resultaat.